Het is dinsdag 11 april 2017. Welkom bij Nieuws 1. Dat president Desiree Bouterse de Wakamangs, oftewel de man van de straat, die het hardst getroffen worden door de economische crisis heeft ontvangen, is volgens Kenneth Sloten, coördinator van het bureau Volkscontacten, een goede zaak. Als er wordt gedemonstreerd, is het volgens Sloten belangrijk dat er wordt gezocht naar oplossingen voor de problemen waarmee men worstelt. Me vind het jammer, brother Carlos. Me look in beelden, me vind het jammer. Omdat zij de heel graag hoe Wanitaki een abede trafasi. Maar de situatie is zo eenmaal waar, dat ze maar de ene stranang zijn de tevreden. En mij heb begrepen dat. Mijn ook knap jazo dat moet tegen dat ik aan het troe aan het kan. Ik weet niet, omdat ik van economie voor akkondre, voor wat betreft de inkomsten voor akkondre, dalen plotseling van een moment go in aan trouwen, onder de 50%, dat ik verstaan dat ik, als aan zijn ibe abi, plotseling no abi als refwaarde dat moro. En dat troe bestaan. Ik weet niet, dus ik kan stel me voor dat ik fukade in akkondre. En ze taks massa oprecht wanneer ik kon opgeden fuka dit op de straat en me gebruik voor occasie sa de abi sa de kisi voor manchari de torika doro. Maar onder de smada pewe she ook to trawang sang bena imustaki deno abi afuka over zawe taki de abi wan trafuka. Dat na de smasang ek konda pe fukon leg uitakere regering Bouterse moest gua ozo. Bouterse moest gua ozo. Escandero en Losani tegen haar regering. Zijn op niks te maken met de economische problemen. Sasma abi ini alibi makandra voor ons. Zijn op niks te maken met Rocco en Aladdin soort sandati. Ifiri. Dus we vinden het jammer dat dat even in de plaats ook te wezen. Dat kwam een aantal sma. En waarop deze revue op leek visman in een demonstratie en de kartrouwen voor castrati voor demonstreren. Voor Kenneth Sloten valt het te betreuren dat de demonstraties geleid door delen van de vakbeweging gisteren bijna uit de hand zijn gelopen. Bij het belastingskantoor werd er door demonstranten gestoten tegen dienstdoende militairen en politieagenten die bezig waren met de ordehandhaving. In attack is aan de Granlanti, in die president tak nanga den smafu a volk, de man van de straat. Ja, belofte doet dat ja, ook af en toe naar Lanti, naar de sector dat we hier wel los aan dat ook de social media dat ja, president Biden is naar de sector. No one belofte no de no do voor vendro kon naar Lanti. Kon nog een serie als potu Lanti no aproko. En in een verantwoord to regeren, of zorgen dat aan een mega overheidsapparaat komoro bigi en tegen deel. En je moest de in staat voor zetten aan en verantwoord. Ik weet het. Voor je een exemple. Een aantal van de jongens hebben de, want voornamelijk jongens bij de. Biggie jongens bij de ook toe, maar zij op 80 jaar, na 60 plus, na 70. Ik weet het, bij de ook toe in een groep dat is. Maar ik heb over de jongens. De zit de jongens, de bezig na een tori en de zoeken jepi. En omdat de klop aan verschillende presidenten maar vindt aan Jepi, Iviri, dan vinden we occasie voor castratie, voor uit de mes nog eens aan Abi. Mekaar jongen bijvoorbeeld, zijn een Libi in bepaalde buurten in Srana, ze tekenen aan de tapu voor Gipching, zijn Abing, want brede alle day. Iviri, maar dan langzaam een groep is wel aan, want kan die bij Gip Fopching brede, dan ook het rond 20 ching. Of het rond 40 chinsa, alle die een contact je adres kan zoeken abrede. Je na aproko, maar een hossel je hossel in dit op straat, maar je fieri die alibi makandra in sa idee. En je werp je schrijft op voor je de. Dan, a president no tak je rekon me giroko. Of je goes dolek ambtenaar na OW, of je goes dolek ambtenaar na LVV. Sa a president tak je dat je rekon schrijft a programma voor je. En ko luku fa ukando. Voor die
den tools de mogelijkheden voor do asani sa you want do asani voor sa werken if any he want do in alibi makandra voor kan doen if he rita voor giden a power voor giden ondersteuning lekfa in a voorbeeld voor one of the locaties per ugo dat na pedra pe den stratiman voor toen want no de mana de stratiman moro no de mana ondernemer if you return, no de mana landbouwer, no de mana pluimveehouder, al dat soort van dat. Dus, give de incentives aan de afvanoudo, zodat densreef in mijn bedrijf, densreef in eigen. De acties die door de NDP werden gevoerd tijdens regering Venetiaan tegen de verhoging van de government take op benzine zijn volgens Lode niet te vergelijken met de acties die nu door delen van de vakbeweging onder leiding van C47 worden gevoerd. Maar het verschilde de omstandigheden bij de wantrouwen. In een attentatie bij NDP bekom op onder een nummer Ken Kapina, president Venetiaan bij de leider in Akondre Jaso. Dan sranang beknap economisch er anders voor. Maar na alle ammonisa sranang bekisi. Ontwikkelingsgelden, gelden uit alle soort sectoren in Alibi Makandra, Jaso, Karkon, olie, goto, noem maar op. Dan toch pina bij pina in Akondre, omdat de regering dat hij bedoelt trasani naar Amoni. En hij bedoelt sani, die gemeenschap naar Amoni. Dat is een castratia. En ook actie aan de regering dat hij stop de zand zei je doen. Het verschil naar no-no dede, dat hij als staat Amoni van no doen. Voor man draai en schrijven. Als staat op money van Odo voor man doet en zijn is aan, moest doen in Alibi Makandra. Brara Carlos, mijn man tek voeren voor iedereen. Maar mijn man meki Alibi Makandra, moest man verstaan dat hier. Even je leg organisatie in Alibi Makandra, stel wat eis, dat hier en om mijn man verbetering voor mijn situatie. En een verbetering voor je situatie en financiële consequenties. Amoni moest moeten een prijs. Je verstaat? Dan ben je hier alle de mensen in Barno nodig. En leg uit dat je maar als Sansa je doet, voor spreken organisatie dat aan, dat je als Sansa je doet, dat probleem je te gaan, want je sabi dat de inkomsten voor een staat zakken. Bij een staat bekiezen 100, nou nodig, ik is 20. Dat uit het 20 per opvoering voor mij heb je naar een verbetering zijn je wanneer in je situatie. Ik weet het, ik heb de bar als aan dat. Maar ik heb wel op een moment dat staat en creëer mogelijkheden voor de inkomsten kan komen. Voor mijn zorg dat ik kan doen aan dat, dat ik kan in opstaan. Gianni Infantino, de president van de Wereldvoetbalbond FIFA, die komt vandaag op bezoek in ons land. Als gastheer zal optreden de Surinaamse voetbalbond. Het ligt volgens SVB-voorzitter John Krisnadat in de bedoeling dat er een bezoek zal worden afgelegd aan president Desiree Bouterse. Drie land. Dan is ons eerste bezoek die we gaan afleggen, de president. Dat betekent dat je tegen 4 uur aankomt op het presidentieel paleis. Uitwisselen van geschenken die er daar zullen plaatsvinden. En uiteraard... we weten dat de president en ook zeker dus de minister van Financiën die daar ook aanwezig zal zijn, de minister van Sport en Jeugdzaken en dus de minister van Defensie, dat met name de eerste twee die ik genoemd heb, toch wel als voetbalfanaten gekwalificeerd kunnen worden. Dus dat kan een mooi en lang onderhoud worden. Mijn programma voor de rest van de dag misschien ook weer dus in het gedrang zou komen. Wat gaat de SVB zelf doen, los van deze bezoekjes die er moeten worden afgelegd? We hebben het verzoek gedaan dat de voor ons relevante ministers bij de president zijn, zodat we dan niet meer apart naar hen toe zouden gaan, wat misschien in het eerste programma was. En dat verzoek is gehonoreerd. Na de president, dan komt hij naar Orukul, waar we dus verschillende handelingen zullen verrichten. We zullen dus de fanshop openen.
Ik moet wel zeggen dus dat niet alles wat wij besteld hebben is aangekomen. Het zal met luchtvrachten binnenkomen via SLM. Maar ik heb begrepen dus dat, dat ze op dit moment twee kleinere vliegtuigen hebben. Dus dat komt pas eigenlijk woensdag binnen. Dan gaat hij openen het Orocul, of laat me zeggen SVB Orocul Sport en Entertainment Center. Met de nodige speeches die erbij zullen zijn. We zullen hem een rondleiding op het complex geven. Ja. Dat alles is zo'n beetje dus al ingericht aan die kant. Daarna zal het restaurant ook geopend worden, officieel geopend worden. Gevolgd door een light dinner. Die we daar dus in ieder geval aan de voorzitters van de SVB en een aantal dus andere hoogwaardigheids... Verwacht u veel publiek vandaag? Nee, niet direct. Want als we het publiek zouden uitlopen, dan zouden we denk ik daar niet, niet kunnen houden. Wat we wel gaan hebben is dus activiteiten op de velden. Dus een Surinaamse zaalvoetbalbond samen met de heren Kolf. En dus zullen daar dus wedstrijdjes hebben, vrouwenvoetbal en andere. Het lag in de bedoeling bijvoorbeeld dat... En dat is het oorspronkelijke programma, dat er ook een wedstrijdje gespeeld zou worden tussen, laten we zeggen, een deel van de FIFA-delegatie, aangevuld met onze kant tegen dus een, je weet dat de ministerraad en de DNA een voetbalteampje hebben, maar dat komt er niet meer jammer, hebben we moeten schetsen. Nou, nadat hier de zaken zijn, zijn afgehandeld, dan vertrekken we dus naar het SZ-stadion, waar dus de gym, die ook al een hele tijd geleden is opgeleverd, maar niet in gebruik genomen kon worden. Dus officieel geopend. Daar gaat de heer Infantino ook daar naartoe. Daar gaat hij daar naartoe. Okay. En van daaruit gaat hij vertrekken dus we weer rechtstreeks naar de airport. Ja. Bijna 8 maanden na de Olympische Spelen is het geweld in Rio de Janeiro duidelijk gestegen. Over heel de deelstaat zijn dit jaar 51 politiemensen gedood. Dat is een record voor deze periode sinds het begin van de statistieken 23 jaar geleden werden bijgehouden. Dat schrijft het webportaal O Globo maandag. Over heel het jaar 2016 stierven 147 politieagenten in de deelstaat die 46.000 politiemensen te werk stelt. De deelstaat São Paulo registreerde ter vergelijking bij 89.000 politiemensen in 2016 in totaal 54 gedode agenten. Een reden voor de stijging in Rio zijn de groeiende conflicten in de favelas, waar drugsbendes proberen de macht in handen te krijgen en steeds weer vuurgevechten met de politie leveren. Mensenrechtenorganisaties betichten de politie dan weer van het gebruik van overmatig geweld, wat de conflicten in de favelas aanwakkert. Dylan Roof, de jongeman die 2 jaar geleden 9 Afro-Amerikanen doodschoot in een kerk in Charleston, South Carolina, is veroordeeld tot 9 levenslange gevangenisstraffen. In januari werd de 23-jarige Roof ook al veroordeeld tot de doodstraf. Roof pleitte schuldig aan 9 moorden en 3 pogingen tot moord in een rechtbank in South Carolina, waarna hij werd veroordeeld tot 9 opeenvolgende levenslange celstraffen. Het vonnis maakte einde aan de vervolging van Roof op lokaal niveau en bespaarde families van de slachtoffers een tweede rechtszaak om Roof tot de doodstraf te veroordelen. Aldus de Post en Courier in Charleston. De man werd in januari al ter dood veroordeeld vanwege federale haatmisdrijven en de schending van religieuze rechten. Verwacht wordt dat hij naar een federale gevangenis zal worden overgebracht, zodat de Amerikaanse overheid zijn executie kan beginnen te plannen. Roof schoot op 17 juni 2015 in de Emmanuel African Methodist Episcopal Church 9 Afro-Afrikanen dood. Het was de ergste racistische moord in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten. De jonge man plande zijn aanval maandenlang en beschreef ze in een manifest waarin hij ook schreef dat hij zwarten haatte. Amnesty International heeft vorig jaar in de wereld 1031 executies geteld na een veroordeling tot de doodstraf ongeveer een derde minder dan in 2015.
Er werden aanzienlijk meer doodvonnissen uitgesproken, 3117 vergeleken met 1998. Bijna 90% van de executies had plaats in Iran, 567, Saoedi-Arabië 154, Irak 88 en Pakistan 87. Niet meegeteld zijn terechtstellingen in China, die Amnesty op enkele duizenden schat. De Chinese overheid beschouwt de doodstraf als staatsgeheim. Voor het eerst sinds 2006 staan de Verenigde Staten niet meer bij de bovenste 5 landen met de meeste executies. Door problemen met het verkrijgen van de benodigde chemische middelen daalde het aantal executies in 2016 tot 20. Maar er werden ook nog maar 30 mensen ter dood veroordeeld. Dit aantal was sinds 1977 niet meer zo laag. In het midden van de jaren 90 werden nog meer dan 300 doodvonnissen geveld. De stijging van het aantal uitgesproken doodvonnissen in de wereld is terug te voeren op enkele Afrikaanse landen. In Nigeria verdrievoudigde dit aantal, maar ook in Cameroen, Zambia en Somalië werden meer mensen ter dood veroordeeld. 2 landen schaften in 2016 de doodstraf af. Nauru in de Stille Zuidzee en Benin in West-Afrika. Het aantal landen waar de doodstraf geheel is afgeschaft steeg hiermee tot 141. Dit was het dan voor Nieuws 1. Voor meer nieuws verwijs ik u naar het journaal om 19:30. Een fijne dag.